Adrie Koster, je hebt al heel wat wedstrijden gehad als trainer. Hoe vaak een halve finale? Dit wordt de tweede keer volgens mij. Ja. Die vorige, kun je nog iets van herinneren? Nou, de vorige hebben we de finale gespeeld met Roda JC was dat. Tegen Feyenoord ook, in de Kuip. Ja. Neem je daar nog iets van mee of zeg je daar nog iets over die wedstrijd? Want zo vaak krijg je als Willem II natuurlijk niet de kans om een finale te halen. Nee, nou ja, het is logisch, maar ik denk dat alle spelers wel heel goed beseffen ja, dat het een ontzettend belangrijke wedstrijd voor ons is. En ik heb dat ook al aangegeven. Ja, zo vaak kun je niet in de finale terechtkomen. Dus ja, het is gewoon vol gas geven en dan kijken of het gaat lukken morgen. Voor jou als trainer ook dan nog, want een tweede keer. Ja, zo vaak kun je als trainer ook niet prijzen pakken natuurlijk. Nee, maar wij hebben trouwens die wedstrijd tegen Feyenoord hebben verloren, maar... Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je nog een keer een finale zou kunnen spelen. Dus daar gaan we alles aan doen. Dan is het weer AZ. Afgelopen zondag verraste je ze volgens mij ook wel enigszins. Uiteindelijk win je die wedstrijd terecht. Gaat dat ook nog meespelen komende donderdag? Nou ja, ik verwacht toch een heel andere AZ in vergelijking met afgelopen zondag. Ik denk dat ze heel goed beseffen dat ze die wedstrijd niet goed aangegaan zijn. En ze zullen echt wel iets anders moeten brengen. Ja, willen ze die wedstrijd winnen. Maar goed, daar zijn we op voorbereid en we gaan het zien aan het eind van de wedstrijd wie er aan het langste eind trekt. Moet je zelf dan ook weer een ander konijn uit die hooghoed gaan toveren om weer in zekere zin een stunt op de mat te leggen? Nou, het ligt er altijd aan hoe gaat een wedstrijd, hoe verloopt die qua scores. En misschien moet je het daarin aanpassen in positieve zin op het moment dat je voor staat. En misschien op een andere manier op het moment dat je achter staat. Ja, we gaan zien hoe die wedstrijd gaat lopen. En aan de hand daarvan zullen we kijken ja, wat we moeten doen. Maar ik denk niet dat beide ploegen zoveel geheimen meer voor elkaar hebben. En we kennen de ploegen, ja, kennen elkaar door en door. Dus het is gewoon vol gas geven. En dan kijken wie er uiteindelijk als winnaar uit de voorschijn komt. Is het zo van, ja, wedstrijd 20:45, maar jullie komen wel op tijd bij elkaar. De benadering van deze wedstrijd is wel iets anders. Jullie lunchen met z'n allen, zijn 's middags bij elkaar. Ja, maar dat, wij doen toch zeker, dit is dan een thuiswedstrijd. Normaal gesproken doen we dat niet bijeenkomen zo heel vroeg al voor een thuiswedstrijd. Maar ja, dit is toch iets speciaals. We willen niets aan het toeval overlaten en ons zo goed mogelijk voorbereiden. We hebben ook 3 wedstrijden heel kort achter elkaar. Dus dat betekent ook dat je goed geconcentreerd en je rust moet pakken tussendoor. En we doen er alles aan om deze wedstrijd zo goed mogelijk door te komen. Vooral zin in ook, in eigen huis, halve finale. Ja, dat is wel belangrijk dat we thuis spelen, het publiek achter je. Ja, dat moet ook een motivatie zijn. En dat moet de ploeg ook iets extra's geven zoals het afgelopen zondag was. En ik hoop dat we dat weer kunnen brengen.